Hallo, mijn naam is Paul en vandaag bespreken we de Teenage Engineering OP1. De OP1 is een synthesizer, een drumcomputer, een 4-kanaals recorder en een mixer in één. Als we zo kijken naar de OP1 kunnen we verschillende indelingen maken op de synth. Allereerst is het allerbelangrijkste de 4 onderdelen van de OP1, namelijk de synthesizer, de drummodule, de 4-track tape machine en de mixer. Die zijn alle 4 makkelijk te bedienen via deze 4 knoppen. De synthesizer is uiteraard te bespelen met het klavier wat u hier ziet en bestaat uit 8 verschillende modules, 1 tot en met 8. De drummodule is hier vanuit te bedienen en alles is zichtbaar op de display. Daarnaast is de tape machine vanuit hier te bedienen en elke functie op de synthesizer is toegewezen aan deze 4 encoders die al een verschillende kleur hebben. Het voordeel van de OP1 is dat elke functie, zowel op de synth als op het scherm, gekoppeld is aan de kleuren van de knoppen. Dus als ik aan de blauwe encoder draai, dan zal een functie die op het blauwe scherm weergegeven wordt veranderen. Draai ik aan de groene encoder, wordt alles wat groen is op het display veranderd. De krachtige tape recorder die erin zit, kun je tot 4 sporen opnemen tegelijkertijd. Dus dat kan zijn vanuit de synth, maar dat kan ook zijn vanuit de ingebouwde microfoon of vanuit de audio ingang waarbij je eigen bron kan aansluiten. Verder kun je over USB je MIDI aansluiten. Heeft het tevens dataoverdracht, dus je kunt bestandjes van je computer van en naar de OP1 sturen. Voordelen van de OP1 zijn natuurlijk zijn hele kleine compacte formaat. Is heel goed makkelijk mee te nemen. Er zit bijvoorbeeld ook een strap aansluiting op waardoor je dus een band omheen kunt doen en dus makkelijk live ook kunt bespelen. Daarnaast bevat het een ingebouwde speaker, dus je kunt meteen horen wat je aan het doen bent en heeft een ingebouwde microfoon en zelfs een radio aan boord die je allemaal kunt gebruiken om op te nemen op de 4-track recorder. Verder is de weergave heel intuïtief vanwege de gekleurde encoders die worden gebruikt. Elke kleur is gerelateerd aan de knop op de synthesizer. Daarnaast zijn alle functies zoals de tape machine heel handig weergegeven. Als je je waveform wil aanpassen, dan is de waveform heel duidelijk in zicht gebracht. Daarnaast werkt hij ook zonder voeding. Je hoeft hem dus niet aan het stopcontact te hangen, dat scheelt. Nadelen zijn toch wel de prijs. Hij is wat aan de dure kant, vergeleken met concurrerende synthesizers. Ander nadeel is de toetsen die zijn wat klein, wat voor sommige mensen vervelend kan zijn, lastig kan zijn met spelen. En het is in de display soms heel moeilijk te achterhalen van als je aan je encoder draait welke functie er nou daadwerkelijk wordt aangepast, omdat alles heel visueel is ingesteld met afbeeldingen en niet zozeer met of je een bepaald filter met de frequentie aan het aanpassen bent bijvoorbeeld. Als je op zoek bent naar je allereerste synthesizer is de OP1 wellicht niet de juiste keuze vanwege zijn prijs en vanwege de wellicht wat onlogische indeling. Ben je wat verder gevorderd? Heb je al meer synthesizers en drummodules in huis en zoek je nog een aanvulling? Is de OP1 een hele goede keuze vanwege zijn unieke workflow en oneindige creatieve mogelijkheden die je ermee hebt. Samengevat is de Teenage Engineering OP1 een krachtige portable synthesizer / drummodule sampler, 4-track tape machine en mixer in 1.